Hey Colin, we zien hier allemaal zelfgemaakte spulletjes. Maar ik zie bijvoorbeeld ook dit, huidwol. Wat is dat? Weet je? Dat is huidwol voor mensen die anders blaren lopen. Oh, dat is voor de wandelaar? Voor de wandelaars. Deze maken we zelf. Ja. En er wordt gevouwen. En er wordt ook helemaal zo, het boekje wordt is het ook helemaal geknipt. Uh-huh. En dan gaan ze hem vouwen. En dan wordt het zo'n egeltje. Ja, dus wij verkopen door van de andere. En dat is echt biologische spullen. Ja, en super lekker. Want ik hoor dat mensen uit Leusden op de fiets komen hier naartoe. Ja, en nogal veel verder, uit Brabant zelf. Zelfs uit Brabant. En die nemen meteen een hele pot. Ja, die nemen soms als 4 potten appelstroop mee. Ja, zo lekker is het. Ze de appelstroop. Heerlijk. Hey, en ik zie hier ook nog kaarten. Die zijn ook getekend door mensen van hier, hè, van ons bedrijf, toch? Inderdaad zijn ze voor mensen van ons bedrijf zijn getekend. En die worden hier ook weer verkocht. Superleuk. Voor mensen. Dus ze maken tekeningen en van de tekeningen worden weer kaarten gemaakt. Ja, klopt, ja. Heel leuk om te zien. Zeker heel leuk om te zien. Ja. We hebben ook wel wat souvenirtjes van de Oud-Veluwse Markt. Die staan bij de kassa. Nou, zullen we eens kijken? Ja, dit is ook het onderdeel van tips. We kunnen hier ook tips krijgen voor de regio. En ja, ik weet dat er in Garder eentje is, in de molen. Ik weet dat er eentje is in Voorthuizen, in de Pipowagen. Dit is de eerste keer dat ik in dit prachtige pand hier ben. Kan ik hier ook tips krijgen voor wat ik in de buurt kan doen? Dat kan ook. Wat voor goede tip heb je voor me? Dat je dat Pluimveemuseum kan gaan. We hebben foldertjes bij de kassen hangen. En dan kan je zo zien waar je waren, wat in de buurt wat leukste te doen is. We hebben wandelnetwerk, kan je rondje de Barneveld lopen. Een borduurmuseum en de SP te Roeven hebben we. En ook wel fietsroutes. Hallo, is er iemand thuis? Het is hartstikke lekker weer. Dat klopt. Wat zullen we de dames eens heen sturen? En een bukje rijden kan in Voorthuizen. Dat is heel erg leuk. Ja. Ze moeten helm op, hè? Ze moeten helm op, ja. Ja, en voorzichtig rijden. Voorzichtig rijden. Moet een rijbewijs hebben, denk ik. Ja, denk ik wel. Ja, denk ik wel. Maar voor de rest is het hartstikke leuk. Nou dan gaan we gewoon kijken of het lukt. Goed idee. Leuke tip. Dank jullie wel.